Suriname verdiept zich verder in nucleaire veiligheidscontroles in een driedaagse workshop over de implementatie van nucleaire controles voor Suriname. Deze workshop is georganiseerd door het ministerie van Energie in Amerika, het Nationaal Nucleair Beveiligingsadministratie, het Bureau voor Internationaal Nucleaire Veiligheidscontroles in samenwerking met Internationale Organisatie voor Atoomenergie en het ministerie BIBES. Tijdens de workshop zal het belang van veiligheidsovereenkomsten aan de orde komen, als ook de rol van het aanvullend protocol. De workshop is dinsdag begonnen in Hotel Torarica en wordt vandaag afgesloten. Het ministerie van LVV garandeert irrigatiewater voor het nieuw inzaaiseizoen. Minister Prelaat Siudin gelooft dat boven de 30.000 hectare ingezaaid zal worden. Hij is daarom op zoek naar watergarantie voor de boeren. De wakkaaipompen bieden enige garantie, echter draaien die op diesel. De bewindsman zegt dat er voor nu naar een goedkopere manier wordt uitgekeken om de boeren te kunnen voorzien van water. Zo is er besloten om een verbinding te maken met twee grote meren om water te halen. Hierdoor zijn de wakkaaipompen bijna niet meer nodig. Door hevige rukwinden zijn gistermiddag enkele daken in het resort Groningen weggewaaid. Het gaat hierbij om een aantal woningen in het centrum van Groningen en in het dorp Columbia. Ook is er schade aangericht aan het Sjaaks Eliasserstadion, waarbij een pinahut is omgevallen en zinkplaten van de tribune van het stadion zijn weggewaaid. De bouwploeg van districtscommissariaat Saramaka is bezig de mensen van de getroffen woningen te helpen.